Het is tijd voor de volgende thuiswedstrijd van DVS. DVS en Dem zijn bezig aan de wedstrijd begonnen. En we gaan het meemaken wat voor wedstrijd het is. Eerste bal verlies van Dem. Ruimte voor Roland Baas. Nu op zoek naar Roemeon. Die heeft hij gevonden. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Komt hij. Bij de tweede paal. Een prooi voor de keeper. Sven. Verzwijveren. Joël van Blerk. Maarten van Dijk. Het idee was wel duidelijk van de keeper. Snelle spelhervatting. Diepte zoeken. Ja. Counteren. Dat zal vaker wellicht gaan gebeuren. Nijland. Van Blerk. Van Leijhorst. Zo! Lekker. Marciano van Leijhorst. Mooie peer. Direct vanuit de lucht. Ja, Van Leijhorst weer terug in de basis. Geen Tarik Evre. Ook niet op de bank vandaag. Vorige week een rode kaart. Twee keer geel, hè, Piet? Ja, toch. Nou. Oeh, dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Schiet maar. Oeh. Nou, oh. Kijk, dit bedoel ik dus. Met het geluk afdwingen. Dit is dan weer een gevalletje van pech. Maar ja, verdediger staat er ook niet voor niks natuurlijk. Hè? Het geluk zat hem al in de eerste aanraking. Ja. Althans had de keeper hem wel gepakt. Precies, denk ik. Ja. Van Amersfoort. Ja, het is de nummer 11, Raymond de Waard of Tom de Vries. Of de nummer 19, van Doorneveld. Die echt een beetje voorin blijft hangen. En hoopt op een bal de diepte in. Dat is eigenlijk wat Dem tot op heden heeft laten zien. Van Gelderen nu, wint hem. Verzwijveren. Kan hij minder ploeg houden? Ja, dat lukt. Verzwijveren. Cruciale tackle van Leijhorst. Dat was Jesse Verzwijveren, die bijna heel gevaarlijk kon worden. Buitenspel daar. Direct genomen. Maarten van Dijk, Roland Baas. Zie je gebeuren dit? Jongen, hij komt niet uit. Maar dit was dus wel het moment geweest voor Dem. Tot nog toe. Ja, vorige week een uitglijder, Roland Baas. En dat gun je hem niet de zaterdag daarna weer. Precies. Je zag het gewoon gebeuren dat die bal afgesnoept zou worden. Ik snap dat niet, hè? Zo'n ervaren voetballer. Die Müller. Toch, daar ze nu en dan. Ja, nu, mooi. Nou, ruimte. Kan hij heel veel ruimte aan de andere kant. Roemeon. Roland Baas. Wat gaat er gebeuren? Zit hij erin? Nee, weer niet. Het is niet te geloven. Weer een bal tegen de paal. Ja, hoeveel pech kun je hebben? Ruimte nu om open te draaien. Roland Baas. Bal is goed. Ruimte is er in de rug ook van... De verdediger, Roemeon, die loopt er voorbij. Ruimte nu voor Nijland. Nou, och jongen. Ja, tweede instantie. Nee, weer niet. Owen Müller en Stef Nijland. En vooral die eerste, in eerste instantie was het Nijland. Ik verwacht toch een jongen met zijn kwaliteit die hem gewoon in de verre hoek schuift. Maar richting handen van de doelman. Roemeon, mooi duels met Van Gelderen. Loopt hij daar voorbij? Ja. Gaat goed. Geen overtreding. Balletje breed. Paal. Ja, nu mag je inderdaad wel van pech gaan spreken. Goed teruggetrokken door Roland Baas. Stef Nijland drukt hem ook goed af. Owen Müller naar Van Blerk. Is die bal goed? Verzwijveren. Stef Nijland en Maarten van Dijk. Combinatietje. Hogeschoolvoetbal. Verzwijveren is het. Zo, daar komt hij heel handig uit. Al toen. Ja. Goeie voorzet van Van Gelder. En ook mooi gekopt van De Waard. Ja. Nu weer ruimte. Stef Nijland. Owen Müller. Nou, Müller. Müller. Weer net naast.
Sam de Wit. Heel goed. Ja, keeper heeft daar goed het oog in. Maar... ja! Ja! Stef Nijland! Wat heeft hij dan ongelooflijk mooi gezien! Keeper die natuurlijk verkeerd paast. Oh, 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 oh. Dit is wel heel erg lekker. Mooi begin van die tweede helft. Stef Nijland, wat zie je dat goed. Heerlijk, heerlijk. Vlaio is nog een beetje aan het trekken benen. Daar is wel heel veel ruimte voor de Vries. Met heel veel gevoel. Iets te veel gevoel, denk ik. En hij kreeg wel heel veel tijd om uit te halen. Komt DVS goed weg. Goede organisatie achterin. Dat is belangrijk. Je mist natuurlijk wel een belangrijke kopper in het centrum. Komt-ie. Sam de Wit, dat doe je wel heel goed. Romeon. Op volle snelheid. Tikt hem op Stef Nijland. Romeon, nee. Kan er net niet bij. Mooie counter. Paarhuis laat doorgaan. Wederom, Jesse. Lekker hoor. Rick van Nuenen. Ja. Wat ben je een held. Wat knap gepakt. Romeon. Daar gaat hij weer. Roemayon nog steeds. Nou, Sam Crowther. Ja! Ja! Eindelijk. Lekker. Heerlijk, heerlijk. Ontlading. Mooi. Ook voor Sam Crowther. Mooi meegelopen. Ja. Dit en, is hem. Ook heel veel credits naar Benjamin Roemayon. Die belangrijk was. Niet opgaf. Een mannetje voorbij, overzicht. Hij kon ook naar Lars Huber, maar koos ervoor voor Sam Crowther met wat fortuin. Via de keeper is het 2-0 voor DVS. En dat is heel erg lekker. Goed voor het doelsaldo.